Dat Mattie Valk weer verliefd is, was al bekend. Maar dat hij met zijn nieuwe vriendin Amy een gezin heeft, houdt hij voor de buitenwereld verborgen. In 2016 liet Mattie in een persbericht weten dat zijn relatie met Kirsten voorbij was, nadat de radio-dj erachter was gekomen dat hij niet de biologische vader van hun meisjes tweeling Vesper en Bo was. Extra pijnlijk aan het bedrog was dat Mattie lange tijd in de veronderstelling leefde dat hij en zijn vriendin Kirsten, met wie hij 10 jaar samen was, helemaal geen kinderen konden krijgen, waardoor het nieuws dat er 2 kerngezonde meisjes op komst waren met extra luid gejuich in hun toenmalige woning in Hendrikido-ambacht werd ontvangen. Toch ging het al vrij snel daarna voor het eerst mis, hun prille geluk werd bruut verstoord toen de tweeling in maart 2016 na een zwangerschap van slechts 26 weken veel te vroeg werd geboren. Wat Mattie op dat moment nog niet wist, was dat de echte shock voor hem nog moest komen. Intussen heeft Mattie een streep onder het verleden gezet en richt hij zich op zijn toekomst met Amy. Natuurlijk ben ik wel veranderd bij het beschermen van mijn persoonlijke leven, vertelde Mattie vorig jaar in het Parool. De eerste jaren dat ik op de radio was, kieperde ik echt alles naar buiten. Dat heb ik als een boemerang teruggekregen. Aan de andere kant, ik denk dat ik het ergste inmiddels wel heb gehad. Wat Mattie niet vertelde over nieuwe liefde Amy, is dat zij moeder is van hun zoontje. Daardoor is Mattie voor de 2e keer in zijn leven stiefvader. Onlangs genoot Mattie in zijn woonplaats Rotterdam, op loopafstand van zijn appartement, van een dinertje met Amy en zijn stiefzoon. Wie niet beter zou weten, zou denken dat Mattie de vader van het actieve jongetje was, vertelt een ooggetuige aan Story. Naast hun tafel op het terras grenzend aan de haven van Rotterdam was zijn stiefzoontje zo druk met speelgoed aan het spelen, dat hij geen tijd had om zijn bord leeg te eten. Mattie maakte daar geen probleem van en gaf hem zo nu en dan zijn speelgoed aan. Wel zorgde Matties stiefzoon ervoor dat Amy geregeld van tafel moest weglopen. Maar dat deerde Mattie niets, hij genoot zichtbaar.